jullie weer te zien. En ik vind in ieder geval in ieder geval zeggen, boeken die ik in ieder geval probeer te gaan lezen. Het is niet veel. Het begin was met een klein stapeltje. Ik ben al met één boek begonnen. Ik leg hem even hier neer. En dat is deze. Na het achterhuis van Anne Frank. En ja, het is best wel een heftig boek, zoals je ziet. Ben ik er al in begonnen. En ik vind het best wel leuk om te lezen. Dat geeft me ook weer een beetje rust. Niet alleen in mijn lijf, maar ook een beetje in mijn hoofd. En deze wil ik graag lezen. En deze van Diewertje Blok. Ik weet het nog niet, dus ik ben wel heel erg geïnteresseerd in geschiedenis en oorlog. Een heel grappig boek, die had ik gekregen, maar deze had ik ook gekregen. En die andere ook van de achterhuis. En dat is dit. Ja, als je een bepaalde leeftijd bent, dan ga je dat krijgen. Dus ik vond hem wel heel erg grappig. Dus je weet, kan ik er wel wat uithalen. Dus nooit kwaad om daar iets over te lezen. En deze. Daar heb je ook nog een vervolg op. Dus die zou ik ook best wel willen hebben. Er zijn er nog wel dingen die ik graag best zou willen. Dus ja. Dat zijn in ieder geval de boeken die ik alvast voor dit komende jaar wil gaan lezen. Ik heb maar fingers crossed als het me lukt. En als ik er zin in heb. Sorry, ik ben echt buiten aan. Omdat ik nog ziek ben geweest. En best af en toe nog een beetje mijn hout heb. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je op het oog zijn.